Dames en heren, en welkom hier in Billewaarde. En we mogen vandaag hier in Billewaarde op Wakala. Het is een dag voor opening eigenlijk. Morgen zijn we 1 juli 2020. Het pretparkseizoen gaat officieel beginnen hier in België. Maar vandaag mogen we een keertje op Wakala. Ik heb er zin in. Ik heb al video's gezien van Wakala. Ik heb gezien dat personeel er al op geweest is. En ja, daarvan heb ik helaas al een onderuit gezien. Maar goed, vandaag is het onze tour en nu mogen we natuurlijk filmen. Jasper is er ook bij. Als u komt naar Billewaarde, mondmasker zeker niet vergeten, want die heb je nodig. En natuurlijk heel goed de instructies volgen. En morgen is het zover. Morgen ben ik hier ook uiteraard, want ik had tickets gekocht. Dus gaan we sowieso komen. Maar goed, bij deze mensen, ik zou zeggen, heel veel kijkplezier naar de video van Wakala. En ja, ik heb er zin in. En hey? Ja. Maar voor we beginnen gaan we toch wel even een keer de ingang filmen om te tonen wat het hier eigenlijk gaat. Ja, we zijn speciaal gemaakt vandaag, dus zoals je ziet is de parking hier volledig vernieuwd in Billewaarde. En daar heb je van die wagens die je kunt opladen, elektrische wagens, maar dat is blijkbaar nog niet het geval, want ze hebben daar nu de wachtrij van gemaakt. Dus ja, en dan gaat de wachtrij zo verder naar daar. Dus ja, komt goed. Ik zal zeggen, heel veel kijkplezier. Let's go! En uiteraard bij een nieuwe parking hoort er ook een nieuwe fietsenstalling. En zo ziet de parking eruit. Voor mensen die een hond hebben, er is hier een opvang voorzien. Dat is ook wel goed. Ja, dat je hier van die pijltjes zet. En toen nog die looprichting met die voetjes. Dat is wel leuk. En dan iedere attractie desinfectie. Alles ook wel goed. Maar die nachtje is nu ook wel zo, is het? Ja. En die vulbaan vind ik ook wel goed. Ja. Dat er één iets is waarvan dat ik vies ben in een pretpark. Je moet nog gewoon mijn elleboog. Ja. En je veiligheid wacht ze mee. Super, hè. Je moet nog nooit daar. Doe je mijn elleboog wel, man. Nee, dat is waar, maar ik vind dat wel goed. Ja. Dat er één iets is waar ik vies van ben, hè. Dan is het al een vulbak in een pretpark. Ja. Zeker ook als je het soms een keer opent in de zomer, komt er geld last mee. Ja. En nog overal van die mega grote plakaten, dat je zeker een meter en een half afstand moet houden. Ja, dat is wel goed. Ik heb personeel geklaarstaan om nog een keer dat aan te maken. Ja, dat is juist. Zo, dames en heren. Ik zou zeggen, leuk dat jullie kijken naar Mr. Team Park Fans. We zijn in Billewaarde, zoals jullie het al weten. Ja. Een mondmasker is verplicht hier in België. In vergelijking met Nederland heb je dat totaal niet nodig. In de Belgische parken heb je wel een mondmasker nodig. En ik ben in thema vandaag, want we hebben een mondmasker gekregen van Billewaarde. We hebben er 5 gekregen. Ik vond die blauwe wel het leukst om aan te doen vandaag. Dus ja, bij deze zijn ook nog andere kleuren. Maar goed, we zijn hier voor Wakala weer te testen. En ik ben wel erg benieuwd naar de achtbaan. Ja, de reacties zijn wel positief, negatief heb ik al gehoord. Maar ja, we zullen zien. We gaan er zelf op zitten en dan gaan we onze mening kunnen zeggen natuurlijk. Ja, ik ben eigenlijk ook al benieuwd. Ik weet wel één iets. Ja, zeg maar. Ja, ik weet wel één iets dat die achtbaan echt weer typisch Billewaarde is natuurlijk. Uh-huh. Dus ja, heel spectaculair moet je er niet van verwachten. Maar ik denk wel dat de bochten heel leuk zullen zijn. Ja, maar het goed wat bij het park is. Wacht, een familieachtbaan voor heel de familie. Ja. Dus dat is ook wel goed van.
Dat is ook meer echt een familiepark, hè? Dat je nog heel het gezin kan doen. En iedereen kan er dan ook op, de kleinste en de grootste. Mm-hmm. Dus dat is wel leuk. Ja, daarvoor staat Bellewaerde ook bekend, hè, ja, voor familiepark. Hè? Dat je echt extreme attracties wilt, moet je toch naar Walibi gaan. Hè? Ja, dat is. Dus ja. Het is precies een straat dat we hier aan het wandelen zijn, want hier een beetje verder hebben we rond Prins. Ja, rond Prins. Echt ongelooflijk. Hier een toekje rond. Ja, hier heb je hem, rond Prins. Ja, aan de ene kant heen. Ja, want het al demonstreren, dus we gaan hier zo wandelen. En hop. En natuurlijk, als het een beetje drukker is, moet je altijd een meter naar afstand houden. Ja, hallo. Ja, wij zijn nu wel één bubbel vandaag. Maar natuurlijk, we moeten de afstand respecteren, een meter en een half. Ook waar dat je bent, gelijk waar dat je bent, een meter en een half moeten we respecteren. En ja, hier is hij dan, de achtbaan. Geniet ervan. In onze nieuwe attractie Wakala. Vorig jaar konden we op quasi dezelfde datum eigenlijk Bellewaerde Aquapark openen. Het was 1 juli en toen konden we de investering van 17,5 miljoen euro in Bellewaerde het aquapark aankondigen. Nu, een jaar later, Wakala, een investering van 7,5 miljoen euro. We zijn daarop trots dat onze aandeelhouders, Compagnie des Alpes, geloven in onze site en grote investeringen opeenvolgend durven doen. Wakala is een investering van 7,5 miljoen euro, die niet zomaar tot stand gekomen is. Het is de grootste investering in 20 jaar in één attractie. En we hebben vooral op maat willen werken voor onze families. Onze families hebben terecht hoge eisen. En in deze attractie kunnen kinderen vanaf 1 meter groot deelnemen aan de beleving samen met hun ouders. Toch een vrij avontuurlijke attractie, waar we ook het juiste evenwicht tussen attractie, natuur en decoratie hebben trachten te vinden. We zijn trots op het resultaat, neergezet door onze technische diensten, zonder wie dit niet zou mogelijk zijn. De cultuur van de Canadese Kwakiutl-Indianen matchte perfect met onze attractie, met deze omgeving, de natuurrijke omgeving in onze vijver. Deze Indianen, de Kwakiutl-Indianen, afkomstig van het noorden van Canada, hadden een sterke link met de natuur, met bos, en vooral ook met water. Dus dat was perfect om eigenlijk onze decoratie af te stemmen op deze Indiaanse cultuur. En een van hun legendes vertelt het verhaal van Wakala, een Indiaans stamhoofd die eigenlijk honger had naar veel kennis en die met zijn kano eigenlijk de wereld kon verkennen. Plotseling begon hij te zweven en kon hij veel kennis opdoen over de natuur, over de ganse wereld. Die hem toch wel heel nieuwsgierig maakte. Hij heeft dat ook gedeeld
met zijn mede-Indianen. En die vele totems die u zal ontdekken, hier vooraan bijvoorbeeld en langs het parcours, dat zijn symbolen van dank van de Indianen naar de goden toe voor die opgedane kennis. Dus die Wakala die heeft drie treinen, dus eigenlijk drie kano's, waarin dat onze bezoekers, onze families kunnen plaatsnemen om eigenlijk op die manier tussen de bomen heen te razen en te eindigen op de vijver, de link met water, en dan terug te keren. Die drie kano's, die drie treinen, kunnen 20 personen per keer vervoeren en in totaal een capaciteit van 1000 personen per uur realiseren. 1000 personen per uur, dat is een van de grootste capaciteiten die we hebben in het park, omdat het heel belangrijk is dat de families massaal deze attractie kunnen doen, want die is perfect afgestemd op onze doelgroep. Die hoge capaciteit zal nodig zijn, want goed, er zijn comfortabele en vloeiende bochten overal. Geen shocks, geen schokken onder de weg. Het is een perfecte geometrie, perfect afgeleind. Er is zand in de spoordelen aanwezig, dus alle sporen die zijn opgevuld met zand om eigenlijk het geluid te dempen, om trilling te voorkomen, dus ook voor het comfort van de bezoeker. We hebben een kruising die u wat verder ziet met Dawson Duel. Er is een interactie met een andere attractie hier, een belangrijke attractie in de Canada-zone. We hebben twee liften, ook de eerste attractie in Bellewaerde met twee liften. Dus hij start omhoog, doet dan onmiddellijk de kruising met Wakala. En dan hier net voor is er een tweede lift waarbij er een lichte versnelling is. Dus de mensen gaan eigenlijk op de lift komen en een lichte versnelling meekrijgen. Een familiale trilversnelling, zonder te overdrijven, opnieuw om het toegankelijk te maken voor kinderen vanaf 1 meter. Wakala eindigt, de kanovaart, of de kanorit eindigt op de vijver, op een antenne, gaat hij omhoog en keert hij achterwaarts terug op een comfortabele manier. Ook een speciaal effect voor de families, maar er zijn geen loopings. Het is een attractie zonder loopings, omdat we echt wel mikken op de families en op het comfort. Het comfort dankzij de snelheid van maximum 50 km per uur. Dat zorgt ervoor dat er geen krachten beperkt zijn en dat die toegankelijk is voor quasi iedereen. Enfin, de beste manier om jullie te overtuigen is jullie straks een testrit te laten doen. Dat is beter dan het hier te staan vertellen. Dus ik hou jullie straks niet langer in suspense. Ik wil nog eindigen met de reden waarom dat Bellewaerde investeert in nieuwe familiale belevingen. Wakala past namelijk perfect in ons plaatje, in onze strategie en het realiseren van onze missie. Het aanbieden van plezier en avontuur in een natuurlijke omgeving waar families en vrienden samen authentieke en onvergetelijke momenten kunnen beleven. Daarvoor doen we het, daarvoor doen we alle investeringen in Bellewaerde. Parce que la française c'est pas ma langue maternelle, pardon. Bienvenue à tous et merci de l'intérêt que vous portez à notre nouvelle attraction familiale Wakala. L'année dernière, nous avons pu ouvrir Bellewaerde Aquapark presque à la même date. C'était le 1er juillet quand nous avons ouvert l'aquapark. Donc c'est qu'un an plus tard et nous sommes très fiers de pouvoir ouvrir officiellement cette montagne russe familiale. Ces importants investissements successifs démontrent la confiance que nos actionnaires, la Compagnie des Alpes, ont dans le potentiel de notre site. Wakala est un investissement de 7,5 millions d'euros, le plus grand investissement dans une seule attraction à Bellewaerde depuis plus de 20 ans. Cet investissement majeur n'a pas été réalisé du jour au lendemain, et l'aspect familial a été d'une importance capitale. Wakala a été conçu pour répondre aux exigences élevées de nos familles. Les enfants à partir d'un mètre pourront découvrir cette attraction avec leurs parents et vivront une aventure inoubliable. Il était également important de trouver le bon équilibre entre l'attraction, la décoration et la nature formidable autour de nous. La culture des Indiens Quakutl canadiens correspondait parfaitement à la zone naturelle et à l'étang. La nature et l'eau sont des éléments importants pour ces Indiens qui ont exploré les eaux canadiennes avec des canoës faits main pour élargir leurs connaissances. Une de leurs légendes raconte les expériences du chef Wakala qui pouvait soudainement faire flotter son canoë au-dessus de la terre et explorer le monde.
De nombreux totems que vous découvrirez, étaient des offrandes symboliques aux dieux pour les connaissances acquises. Les trois trains Wakala mettons donc à disposition des canoës avec lesquels nos visiteurs pourront foncer entre les arbres et naviguer au-dessus de l'étang, à l'autre côté ici du forêt. Une de leurs légendes raconte cette histoire du chef Wakala, et donc c'est important que ces trois trains Wakala, ces trois trains de cette attraction, sont capables de transporter 1000 personnes à l'heure, 20 personnes par train parfois. Cette capacité, qui est assez élevée et est une capacité le plus haut dans le parc, est importante car beaucoup de nos visiteurs familiaux voudront faire l'expérience de cette attraction. Des virages confortables et fluides, pas de choc désagréable. Il y a du sable dans les rails, partout, dans tous les rails, il y a du sable pour diminuer le bruit, pour diminuer toutes les vibrations. Donc, il y a le niveau de décibels, le niveau de son est extrêmement bas, et il n'y a pas de vibrations dans cette attraction. Il y a une intersection interactive avec la Dawson Duel, une autre attraction très importante dans la zone Canada. Et on a deux remontées mécaniques, où la deuxième ajoute un léger effet d'accélération. Donc, pas un thrill, mais un effet très familial. À la fin, le train monte sur l'étang, suivi d'un court trajet à reculons. Pas de looping sur le parcours, seulement des expériences confortables grâce à une vitesse maximale de 50 km à l'heure. Le meilleur moyen de vous convaincre n'est pas de raconter, mais de vous donner la possibilité, bien sûr, de découvrir la nouvelle attraction. Je ne vous tiendrai pas en haleine plus longtemps. Je voudrais juste terminer par la raison pour laquelle Bellewaerde investi dans de nouvelles expériences comme Wakala. Wakala s'inscrit parfaitement dans notre stratégie et dans la réalisation de notre mission. Offrir du plaisir et de l'aventure dans un environnement naturel où la famille et les amis vivent ensemble des moments authentiques et inoubliables. Merci. Het is wel een leuke wachtrij eigenlijk. Ja, het is geen zo'n saaie zigzag wachtrij. Ja, hè? Ja, dat is plezant. We moeten wel afstand doen, hè? We moeten hier aan die witte, aan die gele strepen staan, hè? Belangrijk, hè? Ja, man, hier zeker een uur staan. Het is met onderuit muziek.
als de boksen in de lucht gaan. Oké, okay, die is wel leuk. Ja? Ja, dat moet wel leuk zijn hier. Is dat wel heel stil? Ja, mega stil, dat is echt leuk. Ja, moet dat die zijn, want dat de zand in de rails zit voor je het geluid te dempen. Yep. Ja? Het is lekker zo'n Mikado-ghostertje, ken je dat zo? Nee. Zo echt zo'n speelgoed-ghostertje precies. Ja, dat is wel heel stil. Ja, het is leuk. Dat is wel ideaal voor geluidsoverlast. Ja, dat is het. Jasper, we gaan erop hé. Ze biedt, hè. Ja, zo dadelijk. En hier is er ook nog een extra wachtrij voorzien. Ja? Ja, wachtrij, leuk. De wachtrij is echt wel mooi gedaan. Dus ja. Dat is hier eigenlijk vroeger dat Thailand was van de aapjes, dat niet vergis. Ja, ja. Dat is dat stuk daar, die baan daarachter. Nee, dat was er al. Zo zie je dat lang geleden is van mij. Want die brug, ja, dat was zo een beetje het verloren pad van Bellewaerde, laat ons maar zeggen. Ja, ja. En dan en hier zo, ja. Nog altijd heel veel groen, dus ja, we wisten dat ook wel, dat er hier een mega plaats was, dus hier heb je die wachtrij. En het eilandgedeelte is eigenlijk daar, ja, waar dat die mooie bochten zitten, laat ons maar zeggen. Ja, maar de wachtrij is echt wel mooi. Mm. Zo mooi tussen het groen en al.
Mensen, welkom hier op Valhalla. En ja, zoals je ziet, een mondmasker is verplicht op de attractie. Maar we zijn weg. Ik heb er daarnet al een ritje op gemaakt. En ik moet zeggen, die muziek dat je hoort van de reclame, die is er ook gewoon. Echt kei plezant. Hoi, dag allemaal. Hey! Dus zou je zeggen, mondmasker aandoen tijdens de attractie? Ja, maar die van Bellewaerde zitten wel goed om eerlijk te zijn. Dus ik ben eigenlijk wel, ja, ik vind het wel goed. En we mogen op een attractie dus. Hier, here we go, hier gaan we. Joehoe! Hey! Wow! Ik kan mijn jongen vertellen dat achteraan de beste plaats is om hem te doen. Heel veel airtime, leuke bochtjes. Hey! Ja, dat laatste maakt het af, hé, dat je hier nog een keer op die helling staat. Ja, heel goed. Echt leuk. Ik vind die bochten echt wel goed hier vannacht. Ja, hé, die bochten zijn ja, echt... Ja. Het is een baan met veel bochten. Ja. Leuk. Ja. Ik wil zeggen leuk. Ja. Meer kan ik er niet over zeggen. Ja. Nu ja, morgen gaan we er toch sowieso nog een paar keer op. En een keer luisteren wat dat Erika ervan vindt, maar... Ik ben ondertussen eigenlijk al tevreden. Ik ben pro. Lekker. Ja. Echt. Ja, zoals je ziet, dames en heren, de coronamaatregelen hier in het park die zijn al heel goed aangebracht. En ook met lijm en zo. En ook met verf en zo. En hier zie je het zo. Ja, het is de Bellewaerdestraat. Hé. Letterlijk hierachter heb je Bellewaerdestraat. Er is hier blijkbaar ook een extra punt om je handen te wassen. Mocht je niet naar het toilet moeten gaan, maar wel je handen willen wassen, dat kan hier natuurlijk. En ik ga nog even een keer gebruik maken van het toilet. Morgen is er hier volk, dus vandaag kan dat. Dus mondkapje is verplicht in het gebouw, dus gaan we dat opzetten. Zo. En zoals je ziet, de toiletten zijn coronaproof gemaakt. Dus eentje wel, eentje niet, eentje wel, eentje niet, eentje wel, eentje niet. En dan hier, die kotjes zijn momenteel allemaal beschikbaar. Maar het kan goed zijn dat dat morgen niet het geval is. Dus ja, bij deze. Alright. En hier is hij dan. De achtbaan. Gaan aan de andere kant bekeken. En waar dat die grote bocht is, ja, daar was het vroeger het apeneiland. En die aapjes zijn verhuisd. Die aapjes zijn verhuisd naar een andere dierentuin. Ja, ze hebben een apensoort minder in het park, ja. Was even denken, maar er is een apensoort minder in het park. Alright. Ik vond hem alvast geweldig, ik weet niet wat jij ja, vond. Ja, het was beter verwacht eigenlijk. Ja, het ja, was, ja. Ik vind het echt een zeker leuke van. Die bocht dat je daar van achter ziet, valt nog redelijk goed. Ja, ja, en daar had hij zo een klein beetje omhoog. Ja. Ja. De vorige, keer, een, ja, ja. De vorige keer dat ik hier was met persevenement, ja, waren ze de baan nog aan het bouwen. Was nog volop in bouwen tijd eigenlijk. Maar nu is hij volledig af en ik zag toen al dat die ene bocht daar en de andere bocht daar ongeveer, ja, daar tussen de bomen en die, wacht, die waar is die andere bocht, dus daar ja, is er eentje. Ja, ja. En dan heb je daar verder nog ergens eentje, daartussen zo. Dan heb je daar een mega leuke bocht zitten en ik dacht toen al zo van, yes, dit is hem. Het is leuk. Maar bij deze...
wel mooi van de karossen hier. Ik is al niet goed, die van Nederland. En Jasper, wat vond je van de achtbaan? Super, hè. Ja, super. Dag, dag, dag. En dit is hier de verloren brug van Bellewaerde. En die krijgt eindelijk een plekje wat hij verdient. En ja hoor, je kunt hier natuurlijk prachtige opnames maken van die attractie. Wat mooi uitzicht. Het is echt zeer mooi uitzicht. Ja, het is een leuk zicht. En ook dat element hier van boven is zeer tof. Dus je gaat eigenlijk over Dawson Duel. En dan ga je naar beneden. Ja, dat je op de baan zit, heb ik zo niet echt het gevoel dat je er veel van beseft dat je zo onder de baan gaat. Nee, maar denk wel, als je op Dawson Duel zelf zit en dat printje passeert, dat dat wel een leuk moment is. Ja. Je er net op zit. Maar in Wakala heb je er ietsje minder van, omdat het redelijk snel gaat. Hier, maar het is ook wel leuk om naar te kijken eigenlijk. Ja. Ja, morgen ga ik er toch wel meer van genieten dan vandaag. Vandaag was het echt Ghost to Ghoster. Mega leuk. Maar morgen ga ik toch wel een keer rond me kijken. Om te zien hoe leuk dat die baan toch wel ja, hier in de natuur staat. Maar voor toeschouwers die zo niet durven op die achtbaan. Want er gaan sowieso mensen zijn die niet gaan durven op die achtbaan. Hè? Ja, we hebben er altijd. Hè? Ja. Mensen die niet durven. Vind ik het wel. Ik zou zeggen, blijf een keer goed op je tanden en gaat erop. Ja. Ja. Is dat wel leuk? Dat is waar, maar ik vind het dan wel een megabaan. Gewoon van mensen die er niet op durven, ze kunnen een heel wandelingsje maken en ze kunnen volledig rondwandelen en kijken naar die attractie. Ja, en dat vind ik belangrijk op de dag van vandaag. Zelf is er ook wat interactie met de, ja. Met de baan. Ja. Ja, dus dat is ook wel leuk als je staat te wachten en je hem ziet passeren. Ik vind dat echt belangrijk dat je zo interactie hebt met de omgeving, met de attractie. Dat is ook zo een beetje wat je ziet bij Taron. En die is ook niet leuk. Nee. Dus je staat te wachten te zien dat je echt zo moet je oren dicht doen, dat die, ik weet niet hoeveel kabal, maar is dat, echt heel stil. Dat komt door het zand, door het zand in de achtbaan, ja. Voilà. Dus bij deze, dames en heren,
Dit was hem dan voor vandaag. De attractie Wakala in Bellewaerde. Tot de volgende keer maar weer. Vergeet jullie absoluut niet te abonneren op mijn YouTube kanaal. En mij te volgen op de social media uiteraard. En graag tot de volgende keer maar weer. Bye bye. Là, c'est la fin. Oh.